De verkrachting van het PVV-raadslid Willie Dille is vastgelegd op foto's. Dat zegt collega-raadslid Karen Gerbrands in een interview met de Telegraaf. En daarom vindt ze dat er toch onderzoek gedaan moet worden. In een Facebook-filmpje zei Willie Dille begin augustus dat ze is ontvoerd en verkracht door een groepje moslims. Ex-PVV'er en bekeerd moslim Arnoud van Doorn zou daarachter zitten. 2 dagen na de publicatie van het filmpje pleegde Dille zelfmoord. PVV-fractievoorzitter Karen Gerbrands doet in de krant voor het eerst haar verhaal over de dramatische gebeurtenissen rondom haar vriendin en PVV-raadslid Willie Dille. Voor andere pers is ze vandaag niet beschikbaar. Uit haar verhaal blijkt dat het al langer niet goed gaat met Willie Dille. Dat komt volgens Gerbrands door de verkrachting, zegt ze in de krant. Ze kon gewoon niet meer. Het Openbaar Ministerie gaat geen onderzoek starten naar de verkrachting. Omdat Dille, ondanks aandringen, geen aangifte wilde doen, zijn er onvoldoende aanknopingspunten, stelt het OM. Maar Gerbrands zegt dat die er wel degelijk zijn. Volgens Willie zijn er foto's van de verkrachting gemaakt door de daders. Die moeten ergens te vinden zijn. De politie en burgemeester Krikke zijn al maanden voor de dood van Willie Dille op de hoogte van haar verhaal. Er zijn meerdere gesprekken met de politie, vertelt Gerbrands. Een van de agenten neemt het verhaal serieus, maar die zou Dille hebben geadviseerd om geen aangifte te doen, omdat hij niet kon garanderen dat haar verhaal niet zou uitlekken. Het is op zich eerlijk, dat vond ik toen ook. Maar de politie kwam na haar dood met het bericht dat ze geen aangifte wilde doen. Daar gaan mijn haren recht van overeind staan. Daar word ik zo boos van. Op maandag 6 augustus zet Dille haar afscheidsfilmpje op Facebook. 2 dagen later wordt het filmpje gepubliceerd in de media. Daarvan raakt ze volgens Gerbrands over haar toeren, omdat Dille door sommige media neergezet wordt als een PVV-gekkie. Dille is die hele dag bij Gerbrands. Willie wilde in de avond bij haar auto afgezet worden om naar huis te kunnen rijden. Ze zou appen als ze thuis was. Ik kreeg later een bericht van haar, een afscheidsbericht. Ze kon gewoon niet meer. Ja, we praten hierover door met onze politiek verslaggever Lot van Bree. Lot, ja, geeft dit interview nu meer inzicht in de gebeurtenissen rond Willie Dille? Ja, opvallend is in elk geval dat de woorden islam, moslims en Arnoud van Doorn geen één keer vallen in het interview. Kennelijk wil de PVV dit politieke pad niet op. Maar Karen Gerbrands geeft wel meer inzicht in de gesteldheid van Willie Dille. En het blijkt dat Dille de afgelopen maanden dat het echt heel erg slecht ging met haar. Zonder dat veel mensen in haar directe omgeving, of in ieder geval in de wat verdere afstand, daar niks van wisten. Zo is er bijvoorbeeld, zijn er meerdere keren in aanraking geweest met de crisisdienst. Er zijn eerder al afscheidsbrieven van haar gevonden. En een dramatisch gegeven is ook dat Willie Dille maandagavond, nadat zij haar video op Facebook heeft gezet, dat zij al een zelfmoordpoging deed. Deze mislukte, maar ja, 2 dagen later lukte het dus wel. Ja, en burgemeester Krikke krijgt er van langs in het interview. Krikke zei dat ze niet wist waarom Dille geen aangifte wilde doen. Dat is een leugen, zegt de PVV. Ja, volgens Gerbrands wist burgemeester Krikke wel degelijk dat Willie Dille geen aangifte durfde te doen, omdat ze zich zorgen maakte over de veiligheid van haar familie. Ja, burgemeester Krikke op haar beurt blijft bij haar verhaal, bij haar verklaring, dat zij de reden niet kent, maar dat zij Dille wel meerdere keren heeft aangespoord om aangifte te doen. De beslissing om aangifte te doen of een verklaring af te leggen ligt echter uiteindelijk altijd bij betrokkenen zelf. Helaas heeft mevrouw Dille bij de politie geen aangifte willen doen, niet meer informatie willen geven en aangegeven geen politiebemoeienis te willen. Ja, Lot, straks is er een bijeenkomst met de fractievoorzitters uit de Haagse gemeenteraad om te spreken over de dood van Dille. De PVV is daar niet bij, waarom niet? Nou, omdat het een groepstherapie wordt volgens Karen Gerbrands, waarin het vooral gaat over hoe het met iedereen en met de PVV gaat. En daar heeft ze geen zin in, zegt ze. Maar haar afwezigheid, dat zal wel een teleurstelling zijn voor burgemeester Krikke en de gemeenteraad. Want het was juist bedoeld, deze bijeenkomst, om ervoor te zorgen en te kijken hoe de raad met de beschuldigingen en de verwijten die er liggen toch met elkaar verder zouden kunnen. Nou ja, nu de hoofdrolspeler er niet bij is, of een van de belangrijke hoofdrolspeelsters, ja, dan verliest zo'n bijeenkomst en de uitkomst daarvan heel veel aan kracht. Lot van Bree, dankjewel.